Dank u wel. Hartelijk welkom hier in de kerk, broeders en zusters, jongens en meisjes. En ook, ik heb een aantal van u ook een hand even kunnen geven. Van harte ook de zegen van de Heere God toegewenst, ook als gemeente in het jaar 2020. We willen zometeen als ons votum, als belijdenis van afhankelijkheid, ook aan het begin van een nieuw jaar, zingen Psalm 121, vers 1. Dus dat is dan ons votum, dan vredegroet. En dan zingen we vers 3 en 4 uit die psalm. We willen eerst een moment stil zijn, ons richten nu op God. Zullen we nu ook gaan staan om onze afhankelijkheid ook te belijden. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en jou van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer. Zullen we bidden. Almachtige God en Vader in de hemel, u geeft het dat we hier bij elkaar mogen komen op deze nieuwjaarsmorgen. We danken u dat u ons bewaarde, ook in de afgelopen nacht. Heer, misschien was het ook wel heel gevaarlijk op weg, als we nog onderweg moesten zijn in de dichte mist. En we danken u dat we hier nu samen mogen komen. Heer, wij danken u dat uw genade, uw barmhartigheid elke morgen nieuw is. Dat willen we ook beseffen op deze eerste morgen van een nieuw jaar. Dat we dit jaar met u mogen beginnen. Daar danken we u voor.
En dat u trouw bent en dat u erbij wil zijn elke dag. Wilt u ook ons dat geloof geven? De band met u, dat we u zoeken. Help ons als christenen te leven. Dat het zichtbaar mag zijn in woorden en daden. Heer, dat kunnen we niet uit onszelf op eigen kracht. Ons gebed is, giet uw geest royaal over ons uit. Geef dat zo ons leven in het nieuwe jaar vrucht mag dragen voor uw koninkrijk. Dat ook ons leven nieuw mag zijn. Tot heil van onze naasten, tot eer van uw naam. Zegt u ons in deze kerkdienst. Hoort u naar ons bidden in de naam van Jezus Christus, die dezelfde is gisteren, toen we het oude jaar afsloten, en vandaag nu we een nieuw jaar beginnen, en tot in eeuwigheid. Amen. We willen ook een gezongen gebed met elkaar, een gebed samen zingen, het lied Jezus vol liefde. Ik kijk even naar de organist, wat is handig? Gewoon, zullen we het niet in kanon doen of kan het wel? Ik kijk maar ook even wat handig is. Ja, gewoon doen? Nou kijk, zo positieve instelling, dan gaan we dat doen. In twee groepen, gewoon midden, ja dat dacht ik ook al midden door. Gezang 233. Jezus vol liefde, als een gebed, ook aan het begin van een nieuw jaar, dat God ook met zijn kracht in ons zal werken, dat hij tot zijn doel zal komen, ook met ons leven. Nou, groep 1, midden door, zeg maar dan, Jezus vol liefde, en dan bij nummertje 2, ik zal even een teken geven, dan valt groep 2 in. We willen met elkaar nu lezen Romeinen 16. Het is een wat bijzonder hoofdstuk, maar het leek me mooi om juist dat te nemen aan het begin van een nieuw jaar.
Romeinen 16. Ik beveel onze zuster Febe bij u aan, die in dienst staat van de gemeente in Kengrieën. Ontvang haar in de naam van de Heer, op een wijze die bij de heilige past. En sta haar bij wanneer ze uw hulp ergens voor nodig heeft, want ze is velen tot steun geweest, ook mij. Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in de dienst aan Christus Jezus, die voor mij hun leven op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Groet ook de gemeente die bij hen in huis samenkomt. Groet mijn geliefde Epenetus, die als eerste in Azië tot het geloof in Christus is gekomen. Groet Maria, die zich veel moeite voor u heeft getroost. Groet Andronicus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden. Groet mijn geliefde Ampliatus, die in de Heer gelooft. Groet Urbanus, onze medewerker in de dienst aan Christus, en groet mijn geliefde Stachys. Groet Apelles, wiens trouw aan Christus beproefd is. Groet de huisgenoten van Aristobulus. Groet Herodion, mijn volksgenoot. Groet de huisgenoten van Narcissus die in de Heer geloven. Groet Tryphena en Tryphosa die zich hebben ingespannen voor de dienst aan de Heer. Groet onze geliefde Persis. Ook zij heeft zich ingespannen voor de dienst aan de Heer. Groet Rufus die door de Heer is uitgekozen. En zijn moeder die ook voor mij een moeder is. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders en zusters die bij hen samenkomen. Groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zuster en Olympas en alle heiligen die bij hen samenkomen. Groet elkaar met een heilige kus. Alle gemeenten van Christus laten u groeten. Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan. En die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg. Want zulke mensen dienen niet Christus, onze Heer, maar alleen hun eigen lusten. En door fraaie en welluidende woorden misleiden ze argeloze mensen. Uw gehoorzaamheid is overal bekend geworden. Ik ben dus vol blijdschap over u en zou graag zien dat u de wijsheid hebt om het goede te doen en dat u stand houdt tegen het kwaad. De God van de vrede zal Satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen. De genade van onze Heer Jezus zij met u. Timotheus, mijn medewerker, laat u groeten, evenals Lucius, Jason en Sosipatrus, mijn volksgenoten. Ook ik, Tertius, die deze brief heb opgeschreven, groet u als iemand die in de Heer met u verbonden is. Gaius, die mijn gastheer is en die zijn huis voor de hele gemeente openstelt, laat u groeten. Erastus, die de gelden van de stad beheert, en mijn broeder Quartus laten u groeten. En hem, die bij machten is, u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus, dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is, maar dat nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle volken bekend is geworden, om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen. Aan hem, de enige, alwijze God, komt de eer toe door Jezus Christus tot in eeuwigheid. Amen. Ik wil stilstaan in de dienst bij het woordje, de oproep, die klinkt in vers 16a. Groet elkaar met een heilige kus. En daarom zingen we nu ook Psalm 2, vers 4.
lied na de preek is Psalm 133 en we willen dat zingen op de berijming van de nieuwe psalmberijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Aan het begin van een nieuw jaar schud je heel wat handen. Het gebeurde net ook hier in de hal. Maar we hebben denk ik al ook heel wat andere handen geschud. Van buren, familieleden, vrienden misschien. De beste wensen voor het nieuwe jaar. Veel heil en zegen. En menigeen geef je een kus erbij. Misschien ook wat vaker dan anders. Nou zegt Paulus in de tekst waar we vanmorgen even bij stilstaan. Groet elkaar met de heilige kus. Het leek me aan het begin van een nieuw jaar. Nu we veel handen geschud hebben. Misschien ook wel veel mensen een zoen gegeven. Een goede aanleiding om bij dat woord stil te staan. En de eerste vraag is dan meteen al, ja, doen we dat wel, wat Paulus hier zegt tegen de kerk? Begroeten jullie elkaar hier in Grijpskerk met de heilige kus? Nee, dat doen wij normaal niet. Maar waarom eigenlijk niet? Het is toch een aansporing, kan je zeggen. Een vermaning, zo gezegd. En ook niet een oproep die je maar één keertje vindt in het Nieuw Testament. Nee, je komt die oproep een heel aantal keren tegen. 2 keer in de brieven aan de Korinthe. Het staat ook in de brief aan de Thessalonicenzen. En Petrus gebruikt ook die oproep in zijn brieven. 1 Petrus 5, groet elkaar met een kus als teken van uw onderlinge liefde. 5 keer tel ik die aansporing in het Nieuw Testament. Waarom houden we ons niet aan die oproep, die vermaning, kan je je afvragen. Nou is het makkelijkste om je ervan af te maken en te zeggen, nou ja, dat is gewoon een kwestie van cultuur. En cultuurgebonden en voor ons achterhaald. Maar als je dat doet, schrap je dan in feite niet gewoon 5 keer een oproep uit de Bijbel? Staat het dan voor niks in de Bijbel, die oproep? Dat kan toch niet waar zijn als dezelfde Paulus ook zegt dat elk woord van God ingegeven, dat het ook een doel heeft om, dat doel wordt op verschillende manieren gezegd, dat is nuttig om te onderrichten, om onderwijs te geven, om de lessen uit te leren, om op te voeden. Ook deze oproep moet wat te zeggen hebben over hoe je met elkaar omgaat in de gemeente, hoe je met elkaar ook een nieuw jaar begint. Moeten we die heilige kus dan gaan invoeren als een goed nieuwjaarsvoornemen? Ik denk dat je dan toch te weinig recht doet aan het gegeven dat een kus inderdaad in onze cultuur een wat andere gevoelswaarde heeft gekregen dan in de Oosterse cultuur. En dat zie je nog wel op televisie of als je komt in die landen dat mensen elkaar altijd omhelzen. Mannen ook altijd. In onze cultuur doe je dat vooral als je iemand goed kent. Ontmoet je gasten op een feest die jij niet kent. Ik denk, in ieder geval het is mijn gewoonte niet om die mensen dan een zoen te geven. Dus denk ik ook niet dat ik jullie vanmorgen moet oproepen om in het nieuwe jaar elkaar elke zondag te begroeten met die heilige kus. En misschien allerlei
ongemakkelijke gevoelens maar opzij te zetten. Maar wat heeft die oproep dan wel te zeggen? Ik denk heel wat en daar wil ik dan ook met jullie over nadenken. Want wat drukt die kus uit waar het hier over gaat? Laten we eens kijken naar een paar andere voorbeelden in de Bijbel. En dan het eerste voorbeeld is een kus als teken van verbondenheid en verzoening. Dan denk ik aan het voorbeeld, een moment dat in Genesis beschreven staat, dat Jacob Esau ontmoet. En dat is een heel spannend moment. Jacob ziet er erg tegenop. Hij verwacht spanning. Hoe zal het zijn om Esau na zo lange tijd terug te zien? En heeft zich al helemaal ingedacht hoe hij dat zo tactisch mogelijk kan aanpakken. Maar wat je dan ziet gebeuren is dat Esau Jacob om de hals valt en hem kust. En zo geeft juist Esau aan, ik wil me met jou verzoenen. Wat een geweldig gebaar was dat van Esau. Wij zijn broers. En dat woord zoen heeft ook alles te maken met het woord verzoenen. Het geven van die kus van Esau, dat drukt verzoening uit. Je bent geen vreemden voor elkaar. Nee, we zijn hartelijk verbonden. Op dezelfde manier kom je dat tegen als Paulus op het strand van Mileten afscheid neemt van de oudsten van Efeze. Paulus heeft duidelijk gemaakt dat hij hen niet weer zal zien. Dat het afscheid op aarde definitief is. En dan vallen ze elkaar om de hals en dan is het, ja, de een steekt de ander aan. Ze huilen bij dat afscheid en kussen elkaar ook ten afscheid. Een kus als teken van verbondenheid en verzoening. Nog een ander voorbeeld hoe je de kus tegenkomt in de Bijbel, dat is de kus als teken van eerbetoon. Daar zongen we net van, Psalm 2. Psalm 2 roept de machthebbers in de wereld op om de koning van alle koningen te erkennen, de Heer Jezus. Door hem te erkennen en zijn voeten te kussen. Als je dat doet, dan ga jij voor die ander op de knieën. Dan geef jij aan, ik leg al mijn macht af en ik maak me heel klein voor jou. Of in dit geval voor u. Ook daarvan vind je in het Nieuw Testament een voorbeeld. In Lucas 7. De Heer Jezus verblijft in het huis van een zekere Simon. En hij zit daar aan tafel en dan buigt zich een vrouw met een bedenkelijk verleden ongevraagd voor Jezus neer. En zij was met haar tranen de voeten van Jezus. Ze droogt de voeten van Jezus met haar haar. En dan kust ze de voeten van de Heer Jezus. En gastheer Simon is hoogst verontwaardigd. Waarom is hij zo verontwaardigd? Omdat het een eerbetoon is voor Jezus als Messias. Jezus, de Heer Jezus neemt het voor die vrouw op. Hij prijst haar. Haar daad, zegt de Heer Jezus, is een teken van eerbied en ontzag voor mij. Nou, als je nou die elementen bij elkaar neemt, verbondenheid, verzoening, respect, erkenning, dat alles, ja, klinkt door in die oproep, begroet elkaar met de heilige kus. En het woordje heilig staat erbij, want dan is meteen elk misverstand ook afgesloten. Dit gaat niet over de kus die je tegenkomt in het boek Hooglied. Hij kusse mij, laat hij mijn mond kussen. Of die kus gaat het hier niet. Het is de heilige kus. Heilig, hè, op de manier zoals het een plek heeft, een goede plek heeft tussen de heiligen, tussen de gelovigen
in de kerk. Een kus als teken van welgemeende respect en hartelijke verbondenheid. Er is een document bewaard gebleven uit de 2e eeuw van een zekere Justinus. En daarin wordt het een en ander verteld hoe het er toe ging in de kerk van die tijd in de 2e eeuw. En dan is dat nog in gebruik, die heilige kus. We begroeten elkaar met de kus na de beëindiging van het gebed. Die regel staat in dat document. En het blijkt ook wanneer dat was uit dat stuk. Dat was op een heel sprekend moment, vlak voordat de broers en zussen het heilig avondmaal gingen vieren. Voordat je samen aanging aan de tafel van de Heer, gaven de christenen elkaar de heilige kus. Nou, hoe dat er precies aan toe ging, weten we niet. Maar ik stel het me zo voor dat je degene naast wie je aanzat een kus in de hals gaf of op het voorhoofd. Daarmee gaf je aan die ander als je broer en zus in de Heer te zien en te erkennen. Maar wat gebeurde er in de praktijk? Het roddelcircuit was net zo actief als vandaag en de praatjes deden de ronde al gauw. Een heer die een slaaf kust en een man die daar een vrouw in de kerk kust, wat moet daarvan komen? Waar loopt dat op uit? Alleen bij ondergeestelijken bleef de heilige kus in gebruik. Nou, al kennen wij de heilige kus niet meer, toch heeft Paulus' oproep ook ons wat te zeggen. En daar wil ik een paar dingen nu van noemen. Het zegt allereerst iets over je verbondenheid in Christus. Die heilige kus, de oproep geeft, begroet elkaar met de heilige kus. Dat was niet een oproep dat je dat moet doen omdat je de ander altijd zo vriendelijk en aardig en sympathiek vindt. Dat het echt jouw type is. Mooi als er ook in de kerk vriendschap is, maar daar gaat die heilige kus dus niet per se over. Nee, het is een teken van verbondenheid die Christus schept. En je zegt daarmee dus ook van, die ander en ik, we hebben allebei de Heer Jezus zo hard nodig. We zitten in hetzelfde schuitje, we zijn allebei zondaar. En hij, ja, in zijn liefde heeft hij ons aanvaard en hij verbindt ons ook aan elkaar. Hij legt die band tussen ons samen. We zijn hartelijk verbonden met elkaar door hem. Dus verbondenheid in Christus, niet zozeer vanuit onze sympathie. En dat is ook belangrijk om te weten, want het was ook hard nodig, die oproep, vroeger in de kerk en ik denk net zo goed vandaag. Want in de vroeg-christelijke kerk waren er eigenlijk twee bloedgroepen die elkaar moeilijk verdroegen in de kerk. Het waren christenen uit de Joden, opgevoed met alle wetten van Mozes, alle reinheidswetten. En die, veel van die wetten hoorden ook bij hun Jood zijn, die, ja, maakt een deel uit van hun identiteit. Tot op de dag van vandaag, bij Messias beleiden de Joden, zie je dat. Maar er kwamen natuurlijk ook steeds meer christenen uit de heidenen bij. Christenen die in de vrijheid stonden, die het niets uitmaakten wat je wel of niet at. En dat gaf heel snel spanning. Het is een van de grote opgaven geweest van de jonge kerk om met die spanningen om te gaan. En in die spanningen komt dus die oproep, begroet elkaar met de heilige kus. Je bent in Christus aan elkaar gegeven. Het doel is ook heel duidelijk. En dat doel geldt ook vandaag. Het doel van die heilige kus is, treed die ander positief, welgemeend positief tegemoet. Wees hartelijk naar elkaar. Waardeer elkaar in de gemeente. En dat is ook waar het laatste hoofdstuk
uit de Romeinenbrief vol van is. Het is, ik zei het al, het is een wonderlijk hoofdstuk om te lezen. Maar eigenlijk ook een heel mooi hoofdstuk. Het is gewoon heel herkenbaar. Het gaat over zoveel mensen, gewone mensen. Het gaat niet speciaal over ambtsdragers. En er worden prachtige dingen gezegd over heel veel gewone mensen. Dat is eigenlijk een uitwerking. En het is niet voor niets dat die oproep begroet elkaar met de heilige kus. Dat die juist in dat hoofdstuk klinkt. Want Paulus die zet de toon daarmee. Steeds maar met een paar woorden typeert hij mensen van wie hij de groeten laat overbrengen. Steeds weer mensen die niet maar leefden voor zichzelf, maar die zich dienstbaar wilden opstellen in Christus gemeente. Dienstbaar naar elkaar, dienstbaar ook ja, in de verbreiding van het evangelie, dat ook anderen de Jezus mogen leren kennen. En juist al die groeten die Paulus overbrengt, dat loopt dan uit op die oproep. Groet ook elkaar met een heilige kus. He, laat het ook dan merken aan elkaar. He, dat zit er dan in. Ga op die positieve manier met elkaar om. Laat het merken. Misschien hebt u wel eens gehad dat op een begrafenis soms hele mooie dingen nog van iemand gezegd werden, maar dat je eigenlijk zelf informatie hebt dat die dingen nooit bij leven gezegd zijn. Dat is eigenlijk heel triest. En wat Paulus hier doet is dat hij zegt, laat het ook merken aan elkaar. En wat zal het die mensen goed hebben gedaan, denk je niet? Groet Febe, die een echte dienares is. Help ook haar. Zal er niet een golf van dankbaarheid door Febe heen gegaan zijn toen die brief werd voorgelezen daar? Dat Paulus zo over haar schreef. Misschien zat ze wel in de kerk toen die brief werd voorgelezen. En hetzelfde kun je zeggen van al die andere mensen. Natuurlijk, ons werk, onze inzet in de kerk is onvolmaakt. Er zit nog veel zondigs in. Paulus weet dat heel goed. Hij heeft daar ook veel over geschreven in zijn brief, over hoe diep de zonde gaat. En toch is dat niet waar hij nu het accent op legt. Hij vindt het nu tijd om met een ander accent zijn brief af te sluiten. Bejegen elkaar nou hartelijk, positief. En de manier om dat in die tijd uit te drukken was door die heilige kus aan de ander te geven. Een welgemeende kus. Dat is het tegenovergestelde van de Judaskus. Dat je van binnen heel anders over iemand denkt dan hoe je je voordoet. Nee, die welgemeende kus. Maar kan dat altijd? Is dat realistisch? Nee, het kan niet altijd. We hebben even doorgelezen. Ook na de tekstwoorden. Paulus zegt dan, ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan. En die daarmee ingaan tegen alles wat ik u geleerd heb. Ga hun uit de weg. Het kan zijn dat iemand zich losmaakt van de christelijke leer. Het evangelie van zijn kracht berooft. En dan kun je niet meer samen door één deur, zegt Paulus hier. Dan kun je de ander niet meer die heilige kus geven. Dan kun je elkaar niet meer de broederhand reiken in de kerk. Misschien kent u dat verhaal van Pietje Baltus. Een vrouw in de gemeente waar de jonge dominee Abraham Kuyper predikant werd. En Kuyper dacht toen nog vrijzinnig. En toen ontmoette hij die Pietje Baltus.
En Pietje Baltus weigerde de jonge dominee een hand te geven. En dat vond Abraham Kuyper toch maar zo raar. En hij deed daar navraag naar. En toen hoorde hij het achterliggende verhaal. En uiteindelijk heeft dat geleid ook tot een geestelijke ommekeer bij Abraham Kuyper. Elkaar de broederhand geven. Misschien kan je zeggen, is dat niet onze manier om uitdrukking te geven aan die oproep, begroet elkaar met de heilige kus. En misschien is er iemand die dan zegt, ja, nou dat vind ik zo'n handdruk toch maar heel kaal en kil en zo gewoontjes vergeleken bij die heilige kus. Al met al zijn we behoorlijk afgezakt. Maar vergis je toch niet wat ook die eenvoudige handdruk betekent. Het betekent goed beschouwd hetzelfde als die heilige kus. Want die handdruk is een teken van respect en verbondenheid. Al sta je daar vaak helemaal niet bij stil. Maar merk je dat als er spanningen komen, wat er dan gebeurt? Want die handdruk geven betekent, ik zie jou staan. Ik ben niet hoger of beter dan jou. Die handdruk geven wil zeggen, we zijn aan elkaar verbonden. We zitten eventjes letterlijk aan elkaar vast. En als je die handdruk aan de ander geeft, ook in de kerk, dan zeg je daarmee, jij en ik leven allebei van het werk van onze Heer Jezus Christus. Jij en ik, we staan het onszelf geen millimeter dichter bij God. Ik ook niet meer dan jij. Het kan moeilijk zijn om dat zo te beleven. Maar toch, dat is eigenlijk de lakmoesproef van genade. Heb je begrepen wat genade is? Waar die brief dus vol van is, de Romeinenbrief. Dat we door genade alleen behouden worden. Niet, je wordt niet behouden door wat jij zult presteren, ook niet in een nieuw jaar. Maar omdat God jou in Christus de hand reikt, de hand naar jou uitsteekt, dat jij die hand mag vastpakken. Het is toch een wonder van genade dat God dat doet, dat hij het niet voorgoed met jou gehad heeft, maar zegenend zijn handen naar je uitsteekt. Is het niet een wonder van genade dat hij jou ook weer vanochtend welgemeend laat begroeten met zijn vredegroet? Nou, waar we dat vieren als kerk, die onverdiende liefdeband die Christus legt, Gods uitgestoken hand naar jou, daar leer je ook de hand uitsteken naar de ander. En ook de hand als bereidwillige inzet voor de ander, waar Romeinen 16 vol van is. De hand uitsteken naar elkaar. Ook als dat misschien onverdiend is. Want God schept de kerk. De kerk is het lichaam van Christus. En hier zien zondaren elkaar in de ogen. En ze begroeten elkaar welgemeend, omdat we de ogen van de Heer Jezus hebben ontmoet. Dat wens ik jullie als gemeente hier in Grijpskerk toe. Om in het nieuwe jaar 2020 een gemeente te zijn op het niveau van de heilige kus. Een vluchtheuvel van levenswarme verbondenheid in een koude, anonieme, kille wereld. Een plek waar Christus alle credits krijgt, doordat zijn leden elkaar hartelijk lief hebben. En dat ook welgemeend aan elkaar laten merken. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen.
Een gezegend 2020. Amen. Zullen ook danken en bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor uw liefde in de Heer Jezus Christus. Voor uw genade oneindig groot. Hij die zijn leven voor ons opofferde. Wie heeft ons meer lief dan hij? En van die liefde mogen we leven. Uw uitgestoken hand naar ons, ook in het nieuwe jaar 2020. We bidden om uw zegen over dit nieuwe jaar. Uw zegen voor ons als gemeente. Uw zegen over het werk van de ambtsdragers, van de predikant, van ons allen. Want dat mochten we lezen in Romeinen 16, hoe heel gewone gemeenteleden van betekenis zijn voor elkaar. Zich inzetten in de dienst van Christus. Wilt u zo ons helpen als gemeente ook dit jaar te groeien in geloof, in verbondenheid met u en met elkaar, in onderlinge liefde, in hoop die uitstraalt naar buiten. En geef dat we elkaar mogen vasthouden bij u, bij uw woord. Dat we ook bij verschillen elkaar weten vast te houden. Zoals ook er verschillen waren in de vroegchristelijke kerk en het een opgave was om elkaar de broederhand te reiken. Daarom bidden wij u ook voor het werk van de synode. Om bij het licht van uw woord besluiten te nemen die onze kerken aangaan. Ook als het gaat om man, vrouw en ambt.
waar ook verdeeldheid over is, verschillende overtuigingen tegenover elkaar staan. Heere, wilt u wijsheid geven van uw geest? We bidden u ook om uw zegen over het vergaderwerk samen met de Nederlands gereformeerde, de landelijke vergadering. Heer, om ook onder ogen te zien verdeeldheid die er was. En hoe we daarop terugkijken. Heer, om ook een weg te vinden wat heilzaam is naar de toekomst. Ook dat zal een opgave zijn. Heer, we weten, niemand van ons weet wat dit nieuwe jaar ons brengen zal. En toch, Heer, soms weten we al wel dat het moeilijk zal zijn. Omdat we gemis dat we meedragen. En zorgen en ziekte en moeite, die gaan zo het nieuwe jaar weer binnen. En dan is ons gebed ook, Heer, wilt u bij ons zijn, ons helpen, ons kracht geven om dat te dragen. Heer, misschien zijn er spannende dingen die op het programma staan. Een hele overgang, dat we moeten verhuizen. Heer, wil bij ons zijn. U weet wat op ons afkomt. U kent ons persoonlijk. Heer, geef ons zorg op maat. En dank u wel dat we één ding bij het begin van een nieuw jaar wel zeker mogen weten. We mogen zeker zijn dat u er bent met uw zorg en liefde en trouw. We mogen zeker weten dat u doet wat u belooft en dat u voor ons een toevlucht bent. Dat niets ons kan scheiden van uw liefde in Jezus Christus onze Heer. En Heer, we bidden u, geef ons in dit nieuwe jaar verlangen naar u. Vul ons met uw geest en geef ons ook helder zicht op uw koninkrijk. En daarom bidden wij u ook om waakzaamheid en kracht in de geestelijke strijd. Dat we niet op een geniepige manier van de goede weg afraken. Waar Satan aan ons trekt, maar dat we op koers blijven. Goed op weg naar uw koninkrijk. Achter de Heer Jezus aan. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen. De collecte die nu gehouden wordt, die is bestemd voor de kerk. Na de collecte willen we als ons slotlied zingen Psalm 85, de versen 3 en 4.
Ontvang de zegen van God om ook elkaar dit jaar tot zegen te kunnen zijn en ook anderen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze hemelse Vader en de verbondenheid en vertroosting van de Heilige Geest zijn met u, zijn met jou.